Als we waterstofchloride ontleden, dan ontstaat chloorgas en waterstofgas. Laten we waterstof en chloris opzoeken in het periodiek systeem. We zien dan bij H helemaal linksboven een massagetal van 1 en bij chloor van 35. Waterstof heeft dus een massa van 1, chloor een massagetal van 35. We zien hier dus dat de massa van het chloor dat ontstaat 35 keer zo groot is als de massa van het waterstof dat ontstaat. We hebben dus een zogenaamde massaverhouding van 1 staat tot 35. Stel dat we 2,25 gram waterstofgas willen maken, hoeveel gram chloorgas komt er dan bij vrij? Nou, dit kunnen we berekenen met een simpele verhoudingstabel. Bij 1 gram waterstof ontstaat 35 gram chloorgas. We kunnen dan omrekenen naar de 2,25 gram. En als we dat doen, vinden we dat er 78,75 gram chloorgas vrijkomt. Nog een reactie. Magnesium, als dat reageert met zuurstof, ontstaat magnesiumoxide. Het massagetal van zuurstof is 16 en van magnesium is 24. We hebben hier dus een massaverhouding van 16 staat tot 24. Deze massaverhouding kunnen we iets simpeler opschrijven door beide kanten te delen door 8. En dat wordt dan 2 staat tot 3. We hebben dus een massaverhouding van 2 staat tot 3. Stel dat we 16,5 gram magnesium willen laten reageren. Hoeveel gram zuurstof hebben we hier dan voor nodig? Ook dit berekenen we met een simpele verhoudingstabel. 2 gram zuurstof reageert met 3 gram magnesium. En dan kan je dus uitrekenen hoeveel er gaat reageren met 16,5 gram magnesium. En als je dit invult, dan vind je 11 gram zuurstof. Dus er is 11 gram zuurstof nodig om te reageren met 16,5 gram magnesium.